Ja, ik ben de bezorger, zeg maar. Ik kwam bij jou beneden aan bij en ik heb de pizza gewoon afgegeven. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Martijn en dit is Joost. En Joost, vertel ons, lieve kijkers, wat gaan we vandaag doen? Wij gaan gewoon alweer gratis pizza's bestellen. Dat hebben we zo vaak gedaan dat we dachten, het is tijd voor een 2.0 nieuwe truc. Ja, nieuwe truc. En deze truc zorgt er weer voor dat we eentje wel betalen en de ander krijgen we gratis. En de een houden we en de ander die gaan we gewoon weggeven. Die gaan we lekker weggeven. Ik bedoel, ik heb heel veel honger. Ja, en ik ben ook een glubbui. Stap 1. Je bestelt een pizza. Juist. Doe dit via Thuisbezorgd of een andere site. Het moet in ieder geval al vooraf betaald zijn. Dat gaan we bestellen. Even kijken. Pizza service. Ik heb er nog nooit gegeten en dat vind ik helemaal sterren. Prima. Ziet er goed uit. Waar hebben we zin in, jongens? Ik zeg een dikke vette shawarma pizza. Nou, de pizza is besteld. Die is onderweg. Ja, en die is met 15 minuten. Stap 2. Ik wacht hier rustig op mijn pizza. En waar is Joost? Ja, ik zit hier. Ik wacht tot de pizza bezorger zo meteen komt. En dan neem ik de bestelling van hem aan, want hij is voor mij bedoeld. Ja, top man. Dankjewel. Voor jou? Ja man. Martijn? Ja, dat ben ik. Alright man. Marty, het is me gelukt. De eerste pizza is binnen. Nou is het jouw taak om stap 3 uit te voeren. En ja. Stap 3 is heel simpel. Jij belt op met de klacht dat je je pizza niet hebt gehad. Want die heb ik ook niet gehad. Maar jij hebt mijn pizza. Dat klopt. Dus ik heb ook geen pizza. Beter ga je bellen, vriend. Godverdomme, ik ben boos. Ik ga bellen. Hallo? Goeiedag. Ik vroeg me af waar mijn pizza blijft. Welke straat heeft u besteld? Ik ga de bezorger bellen, ja? Ja. Ik ga u zo terugbellen. Dank u vriendelijk. Nou, nu gaat hij de bezorger bellen en ik kom met het nieuws dat hij het aan iemand voor de deur heeft gegeven. Maar dat was ik niet. Probleem. 1 minute 37 seconds later. Hey Martijn, spreek met. Hey, goeiedag. Hey, ja, mijn bezorger zei dat hij hem aan jouw maat heeft gegeven. Hij stond beneden te wachten. Ik zit alleen. Ja, ik zit bij je thuis te werk. Ik word nu gebeld door 06-nummer. Is dat toevallig de bezorger, denk je? Ja, waarschijnlijk wel. Anders spreek ik even met hem, weet je. En dan. Ik neem hem even op. Oké, dank je. Ik ben Martijn. Hé hey Martijn, met de bezorger van de man. Hey, ik heb gehoord dat je de zaak hebt gebeld omdat je pizza niet hebt gekregen. Klopt dat? Klopt, ja. Ik zit nog steeds te wachten en het duurde lang. En ik heb net met een collega gesproken en die had het over dat iemand beneden zich heeft voorgedaan als mij of zoiets. Heel raar. Ja, ik ben de bezorger, zeg maar. Ik kwam bij jou beneden aan bij en ik heb de pizza gewoon afgegeven. Ik denk dat dan iemand anders jou zich heeft voortgedaan als jou. Maar. Ik zou me wel god niet kunnen bedenken wie dat zou zijn geweest. Ik vind het alleen een beetje balelijk dat nu zo'n pizza zit. Ja, maar dat is helemaal geen probleem. Ik ga natuurlijk dan nog een keer. Ik maak hem nog een keer en kan weer brengen. Je bent heel erg lief. Dank je vriendelijk. Ja, geen stress man. Oké. Okay. Oké, super bedankt. Oké, tot zo. En zo makkelijk gaat dat dus. En voor de kijker die nu denkt, jongens, dit kunnen jullie echt niet maken. Ik ga de bezorger gewoon een fotootje geven voor de prijs van de pizza. Dus in principe betalen we gewoon voor, maar we laten wel zien dat het werkt. Dus eventjes voor de kijker. Joost moet nu naar beneden om natuurlijk weer even te filmen dat de bezorger aankomt. Maar hij is heel erg bang dat hij wordt herkend door de bezorger. Dus ik ga verbomd. Nee, zo herkent hij je echt never, ouwe. Ga maar gewoon naar buiten. Hup! Fuck mijn leven. De grap is, het is nou niet zo dat ik vermomd ben of zo. Het is serieus. Ik val gewoon nu nog meer op. Kijk eens, deze hadden we natuurlijk al en deze hebben we erbij gekregen. En dat is nog niet alles, complimentjes van de chef. En voor de kijker die nu denkt, dit is echt ontzettend zielig voor degene die jullie deze pizza heeft gegeven. Nee, dat is niet zo, want ik heb hem een fotootje gegeven die precies de prijs was van de pizza. Dus in principe hebben we nu niemand beschaad, we laten alleen zien dat het kan.
en nu gewoon een pizza aan iemand geven die het echt verdient. Kan ik u blij maken met een gratis pizza? Ja toch? Pizza swarm, vindt dat lekker? Sausje erbij? Geniet ervan. Lekker vriend, dat zijn karma puntjes. Karma puntjes. Het is een gelukt item. Yep. De bezorger heeft geld gekregen en er is nog iemand blij gemaakt. En dat is niet zomaar waarom we dat vandaag hebben gedaan. Nee, want we willen meer mensen blij gaan maken. Namelijk jullie. Jullie kunnen weer vanaf nu alles laten weten wat je wil hebben. Weet ik veel, PlayStation, gratis naar een pretpark, I don't know. Zet het even in de comments. En wie weet zit jij volgende week in deze aflevering en gaan we jou gewoon helpen. Tot dan.